Yo mensen van Bantown, ik ben Ricardo van Serpent Gameplay en vandaag een nieuwe goede banjo, slechte banjo zonder Bardo, zonder Jordi, met alleen mij en vandaag gaan we shit doen. Meer daarvan na de intro. Nou, gisteren heb je dus de aflevering gezien met mij en Bardo. En Bardo die zei eigenlijk van ja, ik zit toch in OP en ik moet weg. En we moeten natuurlijk morgen wel een nieuwe aflevering hebben. Dus Rick, knal jij er even eentje in je eentje. Of moet ik zeggen Ricardo, met een fucking awesome lettertype hier beneden. Knal er even in je eentje in je eentje. En hier ben ik. Ik heb gewoon weinig spullen. En ik ga proberen er even een fantastische aflevering te knallen. In principe wou ik gaan leven in de put. Maar daar heb ik Bardo en Jordi nodig, want ik kan hier niet bouwen. Want ik bepaalde rechten nog niet heb. Ik ben geen OP. En dan kan ik dat niet. Dat is minder. Dus dan ga ik maar het idee doen wat Bardo zei. Ik ga gewoon een geheime ingang maken. Omdat iedereen weet dat ik hier woon. Ga ik hier een geheime ingang maken van mijn huis. Ja, moet toch wat, hè? Ik kan ook gewoon niet naar mijn huis gaan. Ik kan ook gewoon naar de mijn gaan. Het probleem is, ik weet niet eens waar de mijn is. Als er een mijn bestaat. Als er zoiets is als een mijn. Weet ik gewoon niet waar die is. Je wordt in principe een plafond, denk ik. Ja. Ik vind het lelijk om dat normale als plafond te hebben. Dus dan wordt dit het plafond en ik ga hopelijk even wat iron vinden. Dan kan ik een iron pickaxe maken. En het coolste zou zijn als ik eventjes een iets zou kunnen vinden waardoor die music disc van Jordi zou kunnen afspelen. Dat zou echt heel tof zijn, maar dat gaan we nooit lukken in één aflevering. Zo werkt dat niet. Weet je wat het speciaal hieraan is? Dit is echt een van de enige keren dat ik in mijn eentje Minecraft speel op Banjotown. Altijd als ik Minecraft speel, doe ik het met andere mensen. Met Bardo of met Jordi. Of misschien zelfs met Vincent of Yuri. En ik doe nooit alleen Minecraft. Ik heb één keer de enige singleplayer in Minecraft wat je op Biome daar van mij gezien kan hebben is voor mij The Walls. Wat in principe alsnog met z'n vieren was en iedereen gaf apart commentaar. Dus ja, dit is toch wel een speciaal mijlpunt dat ik gewoon in mijn uppie Minecraft speel op Biome Town. Misschien vind je het fantastisch, misschien vind je het verschrikkelijk. Daar kan ik je niet in helpen, aangezien jij een individu bent. En dat is fantastisch. En daar moeten we een applaus voor geven. Jij bent fantastisch, man. Jij als individu, je bent rijp. Je bent een rijpe individu, jij. Ik ben dol op individuen zoals jij. Laten we kinderen maken die dan op hun beurt ook weer individuen zijn. Of is dat raar? Ik wil eigenlijk altijd dat de kanten even lang worden. Dus aan de andere kant ook even vier hebben. En dan maak ik daar gewoon muren aan, hè. 2. Ja, er gebeurt iets. Er gebeurt iets. 3. Ah, mijn pickaxe is bijna kapot. Dat is minder. 4. Nou, fantastisch. Ik heb als goed is wat toortjes genakt van Bardo. Dat is hartstikke fijn. Tenminste, wat kool genakt van Bardo. Ik heb wat hout genakt van Jordi. En als je die twee dingen combineert, dames en heren. Het gestolen hout en de andere gestolen goederen. Zou je wellicht nog wel eens misschien sticks kunnen krijgen. En dat is zojuist gebeurd. Wat een magisch moment. En daar komen de toortjes. Wat een pracht. Ze zijn fantastisch. Ze zijn prachtig. Stel, hier kom je even naar beneden, weet je wel. Even een slap. Zo van, op 1, 2, 3. Oh, dat was maar 4. Ik denk dat het 5 is. En aan de andere kant, 1, 2, 3. Oh, ook 4. Dan is het goed. Dan is het gewoon eventjes hoe het is. En toen was mijn pickaxe kapot, ja. Nou, laten we dan beginnen met alle prachtigste fundamenten van mijn eigen huis. Dit ding moet even weg. Oh, verdomme, ik heb geen pickaxe. Dat is niet handig. Nou, zet ik hem even hier neer. Dit is niet handig. Dit is niet hoe ik het had gewild. Maar, moet toch eventjes wat, hè. Kijk, zo. Halen we deze gewoon weer weg. Kunnen crafting tables snel weg? Nee, niet bepaald, maar het is te doen. Het is te doen. Maar ik haal normaal nooit crafting tables weg, namelijk. Ik beslis, hier wil ik mijn crafting table. En dan blijft hij dan echt voor altijd. Zo ben ik nou eenmaal, jongens. Daar kun je heel weinig aan veranderen. In principe is het wel mooi als het aan alle kanten zeg maar even lang is. Dat is wel cool, denk ik. Dus dan heb ik aan deze kant 1, 2, 3, 4. Aan deze kant 1, 2, 3, 4. Dan heb ik echt een heel mooi... Wow, dan heb ik echt een kamer met één middenpunt. En dat heb ik zojuist gecreëerd, het middenpunt van deze room. Dat is namelijk daar. En dan denk je, ja Rick, wat heeft nou de betekenis voor Banjotown of Banjostad? Het zou een beetje raar zijn als het kanaal Banjotown heet en dan heet de town heet dan Banjostad. Dus ik ga ervan uit dat het Banjotown heet. Ik vroeg het de vorige aflevering ook aan Bardo, maar ik let niet zo goed op. Ik let niet zo goed op, want ik ben een gekke jongen. Nee, ik moet stoppen met liedjes zingen. Het is trouwens echt laat. Ik mag geen tijden zeggen. Op het moment dat ik tijden zeg, dan worden jullie ontwricht. Jullie moeten het gevoel hebben dat ja, wij een band hebben. Op het moment dat ik zeg het is drie uur middernacht. En dan kijk je op je klok en denk je dat het 3 uur middags. Dan voel je die band niet meer. Dan denk je, oh fuck, deze video is al 12 uur geleden opgenomen. Dan voel je die band niet meer tussen ons, weet je. Want dat moet wel blijven. Dus moet je nooit tijden noemen. Vet hippe YouTube tip. Op die manier haal je echt 100.000 abonnees. Weet je, Bayon daar had 100.000 abonnees. Dat is ons geheim. Geen tijden opnoemen in video's. Doe het zelf ook altijd in de video's. Mij boeit het vrij weinig. Zo, hé, meneer Cole. Ik hoor gewoon een zombie. Oh mijn god. Is hier een grot? Oh, dat zou zo cool zijn.
I need this god in my life. Eerst hoorde ik die zombie niet, dus ik ga ervan uit dat er ergens een zombie is. We gaan hem zoeken. Hallo? Oh, krot. We hebben een grot gevonden. Moet ik hier blij om zijn? Ik heb wel een crafting table mee. Waarom gaan we... Ja, dit is het punt waar ik dus niet mag bouwen. Zoals ik al eerder zei. En dan verdwijnen mijn torches ook gewoon. Dus dan gaan we de andere kant op bouwen. En ja, misschien komen we ergens deze video. Oh, wauw, dit is ook gewoon al buitenlucht. Dit is gewoon de uitgang van de stad, zeg maar. Je kan dus gewoon nu... Oh, iron, nice. We gaan ergens heen, jongens. We komen ergens. Ik ga heel diep de grot in. En dan moeten Bardo en Jordi me maar een keer redden. Door middel van coördinaten. Gelukkig heb ik fucking veel dingen bij me. Ik heb geen idee of Bardo en Jordi hier al een keer geweest zijn. Ik ben niet heel fanatiek. Jullie zijn fanatiek. Jullie volgen afleveringen en zo. Jullie gaan dingen herkennen die ik niet herken. Ik ga waarschijnlijk ieder moment dood door een creeper. Het zou me in ieder geval niks verbazen. Nou is de vraag. Gaan we een pickaxe maken of een zwaard? Een zwaard kan ons wel heel goed doen. Maar ik denk dat we beter een pickaxe kunnen maken. Nou, gelukkig heb ik nog een paar... kooltjes speciaal bewaard voor deze situatie. Ik denk gewoon even gaan we een tweede. Even gaan we een soort maken? Ja, ik kan even geen armor maken, jammer genoeg. Je kan. Oh, ik heb ook al een armor soortje. Lol. Ik heb mijn focussen. Lol, maak zwaard, Rick. Nee, joh, helemaal niet nodig. Nou, dan gaan we lekker deze kant op over enkele seconden. Ik kan alvast een beetje gaan hakken. Doe ik hier wat glazen. Oh, ik heb maar één glaasje. Oh, ik heb er nog twee deze box. Oké, wacht. Decoratie! Prachtig. Oké, nou, stel, je bent hier in deze grot. Vet gezellig, helemaal leuk, meer iron. Ik krijg even full iron smelt hoor, fuck jullie. Ik weet niet hoe Bardo en Jordi ervoor staan qua iron. Maar ik ga hard, ik ga lekker en jullie doen het allemaal. Ik zei toch, deze aflevering gaan we wat doen. Nou, kijk maar, ik doe dingen momenteel. Ik doe dingen, ja. Ja, wat hebben jullie deze week gedaan? Ik ben naar de Hunger Games geweest dit weekend. En ik vond hem best goed. Hij is beter dan de eerste in ieder geval. Hij is algemeen best wel goed. Ja, ik heb genoten van de game. Van de Hunger Game. Ik ga niet veel spoilen, maar... Als je de eerste al redelijk tof vond, is je zo van... Ja, ja. Zou ik zeker ook deze Hunger Games gaan kijken. Ik vond alleen wel dat... Net als bij de eerste Hunger Games, ze bouwen heel lang op. Pas na de pauze van de film begon pas echt de Hunger Games. Dat is natuurlijk wel het coolste om te zien, maar ja. In zo'n Hunger Game doen er maar 24 mensen mee. Dus ja, je kan niet iedereen een heel dramatisch einde geven. Er moeten ook heel veel mensen gewoon niet op film, zeg maar, doodgaan. Anders wordt er ook geen bal aan. Dus ja, aan de andere kant, je kan zo'n Hunger Game niet anderhalf uur maken. Dat werkt gewoon niet eens, zo'n Hunger Game potje. Of je moet oude potjes gaan flashbacken en zo. Dat zou wel cool zijn in principe. Kleine stukjes heel van, hoe ging de Hunger Game van deze persoon? Nou, zo en zo. Dat zou kunnen, dat is een theorie. Oh, een creeper. Hallo, meneer creeper. Oeh, dat was riskant. Oké, we kunnen hier naar beneden, wat leuk. Ik ben dorplava. In plaats van wat toortjes, weet je, dat is voor... Oh, een spin. Hallo daar, spinnenwezen. Peter. Ik wou zeggen spin. Alleen toen dacht ik aan Peter en toen dacht ik Speter. Oh nee, een gaatje. Oh nee, een gaatje. Hoeveel iron heb ik al? 11. Oké, ik ga zo meteen eens eigenlijk... Ho! Oh nee, Robert. Stop maar. Oké, we gaan even terug naar onze furnace. Ik moet gewoon eventjes een beetje... Ja, waarschijnlijk sta ik ook hier en daar wat iron over. Gaan mensen weer commenten. Je bent een iron vergeten op zoveel minuten. Zoveel. Nou en? Het maakt niet uit. Ik heb zoveel iron. Ik ben de koning van de iron. Prins Willem-Alexander kwam naar me toe en vroeg Rick. Mag ik wat van je iron lenen? De Nederlandse regering heeft iron tekort. En ik zei nee. Ik ben te goed voor jullie. Zei die sukkels. En dat is eigenlijk hoe ik minister-president werd. Ik zei nou Willem. Als jij wil dat je wat iron geeft. Dan moet je mij gewoon eerst minister-president van de ruimte maken. En ook van Amerika. En ook bondskanselier van Duitsland. Ja, en toen zei hij, nou, nee. En toen zei ik, nou, fuck jou dan. En ja, sindsdien hebben we eigenlijk een kleine ruzie. Ik maak een helmpie. Ik heb echt geen idee of Jordi en Bardo armor hebben. Had Bardo armor aan? Ik heb er echt helemaal niet meer over nagedacht eigenlijk. Als ze dat niet hadden, voel ik me echt een baas. Maar ik ga er wel vanuit van wel. Bedoel, ze zijn 12 afleveringen bezig geweest. Maar je weet het nooit. Het zijn wel Bardo en Jordi. Het is een apart koppeltje. Waarschijnlijk ga je niet veel afleveringen van mij in mijn eentje zien. Het is meer... Het is of geen aflevering vandaag, of mij midden in de nacht. Oh, ik heb het soort van tijd gezegd. Oh nee, de video is zojuist gedaald in 5000 duimpjes. Eigenlijk zouden we 5000 duimpjes halen, maar we staan nu nog maar 5. Mag hem alsnog liken. Hint, hint. En ja, dat was het eigenlijk wel. Verdrietig moment. Ik heb de helm opgedaan, goed zo. Ik heb trouwens een nieuwe skin, die moet ik nog even aanzetten binnenkort. Het is gewoon mijn eigen skin, maar dan met een snor op. Omdat ik natuurlijk ben een beroemde YouTuber. Ik vind mezelf nooit echt beroemd. Ik zie mezelf niet als beroemd, maar ja, weet je. Ik word zelfs soms gewoon op school en op straat herkend. Oh, spider jockey. Oh, ik kom even klaar van de fanboy. Geen idee hoe je fanboy kan zijn van een spider jockey, maar ik vond het wel een cool moment. Je bent best wel goed in monsters doden, trouwens. En ook in PvP. Ik kan zeggen wat je wil. Jordi doodt me maar wel vaak in PvP. Je moet echt even de walls kijken als je dat niet gedaan hebt. Echt geniaal.
Vincent stelde laatst voor dat we nog een potje de Wals gingen doen. Dat moeten we echt weer gaan doen. Ik praat wel lekker over Bayerntown. Blijf een beetje op top. Ik praat een beetje lekker rollen over Jordi en Bardo. De Wals doen met Bayerntown is echt lachen. Ik moet even kijken of het misschien ook een 5-player map is dan. Want aangezien we natuurlijk ook Jury hebben. Die zat toen nog niet eens bij Bayerntown. Ah, oh, wat cute. Het coole, ik weet niet voor de mensen die de Wals niet kennen. Het hele idee van de Wals is, je hebt zeg maar muren, de Wals. En er is gewoon een level in 4 stukjes, vier kleine leveltjes. En dan moet je, ieder moet een half uur survive voordat ik je instellen trouwens. En na x aantal minuten survivalen, dan vallen de muren en dan moet je elkaar de hersens inslaan. En je moet dus eigenlijk proberen zo snel mogelijk diamonds te vinden, bijvoorbeeld iron armor te hebben, misschien diamond armor. Je moet proberen eten te hebben natuurlijk, je kan misschien een potion maken om de ander te vergiftigen. Je moet je gewoon in x aantal minuten zoveel goed mogelijk voorbereiden op een PvP gevecht. En mijn Jordi wint altijd. Ik had de vorige keer had ik echt heel goed geprobeerd. Ik had echt een trap, ik had een hele slimme trap gemaakt met TNT, dat was het. Ik had een TNT trap gemaakt. Aan het begin, soms vind je ook chests en zo, die zijn goed verstopt met items erin. En een van de chests zat op TNT, dus ik dacht, nou joh, die ga ik met TNT trap voor je maken. En dat was best leuk, alleen het lukte niet. Ik had Jordi, en Jordi ging niet eens dood met TNT trap. Ik had namelijk een nephuisje gemaakt, waarvan ik dan hoopte dat Jordi dacht dat ik erin zat. En dat hij er dan in zou gaan, en dan ging de deur achter hem dicht en dan zou hij opgeblazen worden door mijn TNT. Dat was het plan. Voor de mensen die nog steeds mijn plan niet. En trouwens, ik heb natuurlijk ook mijn deel van de video. Dan kun je gewoon mijn horen praten en mijn plannetje horen snijden. Maar ik had gewoon te kort tijd. Het was echt, als ik 2 minuten meer had gehad, was het af geweest. Had ik Jordi misschien dood kunnen maken. Maar nee, het zat er niet in. Ik dacht dat ik een creeper hoorde sissen, maar dat viel tegen. Ik wil trouwens even terug naar de furnace, want dan kan ik nog meer iron. Als Bardo en Jordi terugkomen, echt, ik kan ze echt het gift geven van heel veel iron. Zo van, hé jongens, we kunnen nu gewoon allemaal full iron hebben, zo'n beetje straks, ja. Vind dat toch wel ik goed gehosteld heb. Rick de Hosselaar hosselt die shit. Daarom ben ik ook Rick de Hosselaar. Logische keuze. Wat vinden jullie van dat type? Het heet Nightbird. Ik download echt heel veel vage fonds voor thumbnails op mijn eigen kanaal. Dikke zelfpromotie. Ik vraag me dat altijd af. Dan heb ik zelf 40.000 abonnees. En dan Bayerntown 100.000 abonnees. En dan denk ik, die andere 60.000. Mogen die mij niet? Vinden die mij niet leuk? Of vinden die mij alleen leuk als ik de XSL gameplay doe? Of kijken die alleen voor Bardo en Jordi en nou, iedereen behalve mij? Weten die niet dat ik een eigen kanaal heb? Dat vind ik altijd wel interessant iets om over na te denken. Ik weet nog steeds het antwoord niet. Het is toch 60%, het is meer dan de helft. Die mij of blijkbaar niet kennen. Dat het heel raar is aangezien ik gewoon in een groot deel van de video's zit. Dat vind ik raar. Nou, in ieder geval, we hebben eigenlijk mijn gear af. Oh nee, broekje. Oh nee. Nou, zo. Ik heb in ieder geval gear. Dat betekent dat we verder kunnen. Ik heb nog meer. Ja, ik smelt het wel gewoon niet even. Het probleem is dat ik ga waarschijnlijk kwijtraken. Hallo koe, niet die mijnen ingaan. Dat is hartstikke gevaarlijk daar. Ik kan het hier doen alleen. De kans is wel dat, als ik gewoon onder mijn huis doorga, dan kom ik daar vanzelf uit. Dat vinden we nog wel terug. Nou, Bardo en Jordi, graag gedaan daarvoor. Zal ik nog even 1 pickaxe maken voor de zekerheid? Ja joh, waarom ook niet hè. Oh, ik heb precies nog 3 bij me. Dat is hartstikke mooi. In ieder geval voor iemand die nog helemaal amper spullen had, behalve een iron zwaard waar je niet echt veel mee kan, behalve jezelf verdedigen. Vind ik dat ik goed heb gehandeld in 13 minuten. Ze hadden mij meteen al bij het begin van goede banjo en slechte banjo moeten doen. Ik vind het ook wel leuk dat vanaf het begin van goede banjo en slechte banjo al meteen gezegd wordt. Oh, voeg Rick toe. Dat is goed voor mijn ego, weet je. Dat toch een aantal mensen bij Bayerntown van mij houden. Dat ze mij de tofste dude vinden misschien wel. Zijn gewoon mensen die mij gewoon grappig vinden en zo. Dat is goed voor mijn ego. En dan slaap ik dan lekker op en daar trek ik me dan ook geregeld bij af. Zodat je dat even weet, kijker. Al die lieve comments over mij, ja, dat is gewoon goed voor me. En dat zegt mijn moeder ook altijd. En zei, kom ik weer, mam, mensen willen mij een goede banjo, slechte banjo. Zegt ze, echt niet, Rick. Niemand houdt van je. Zelfs ik niet. Ik heb een hele lieve moeder. Echt een hele lieve moeder. Mijn moeder en jouw moeder zouden echt goed bevriend kunnen zijn. Zo lief is mijn moeder gewoon. Echt waar. Bam. Ik weet niet of jouw moeder lief is. Misschien haat je je moeder wel. Er is vast wel een kijker van de 10.000 hier die zijn moeder nooit gekend heeft. Omdat zijn moeder bijvoorbeeld achter heeft gelaten bij de geboorte. I don't know. Oh, ik sla met een torch. Dat heeft vast pijn. Bla bla bla. Dat is een goeie. Goeie torch. Smack. Hey, ik heb een rondje gelopen. Stomme koe. Stupid koe. Ik neem het liefst trouwens die gesmolten ship mee. Want ik weet dat ik toch niet dood ga. Tenminste, daar vertrouw ik op. Ik ga bijna nooit dood in Minecraft. Tenminste, niet met dit soort simpele survival missies. Dan neem ik het liever bij me mee. In een week dat Bardo en Jordi het niet kunnen verpesten. Misschien kan ik het beste gewoon hier eindigen. En dan hebben we eigenlijk geen diamonds gevonden, zoals eigenlijk de ultieme hoop was. Maar het begin is er. Volgende aflevering geef ik Bardo en Jordi gear, die ze hopelijk nog niet hebben. En anders dan heb ik ze flink geholpen, want hun chests waren in ieder geval flink leeg aan iron. Maar ja, als ik Jordi was, zou ik ook alle iron bij voor mezelf houden. Want ja, anders Bardo en zo. In ieder geval bedankt voor het kijken voor deze aflevering. Tot morgen met een nieuwe aflevering van Goeie Banjo, Slechte Banjo. Dit is een pistool. Wil je me vaker in Goeie Banjo, Slechte Banjo?
dan heb ik goed nieuws. Waarschijnlijk kom ik er vaker in. Wil je me minder vaak in Goede Banjo Slechte Banjo, heb ik echt kut nieuws voor je. Je leven is kut. Stop met kijken van Goede Banjo Slechte Banjo. Geef hem wel eens nog een like, want likes zijn hartstikke leuk. Likes zijn voor mij als wat eten is voor een kind in Afrika. Dat geeft hem hoop. En een lekker smaakje in zijn mond. Net zoals likes. Blijf kijken. Vergeet niet te liken als je hem leuk vond. En tot morgen met een nieuwe De Goede Banjo Slechte Banjo. Zaterdag nieuwe XL gameplay. Maandag nieuwe Riksavonduur. Allemaal, daar zit ik in. Hè? Ja, echt wel. Tot de volgende aflevering. Doei! Banjo!